In deze tutorial laat ik zien hoe deze extrusieblaasfles wordt gemodelleerd. De fles die is in het midden voorzien van een surface wat een beetje verdiept ligt ten opzichte van de rest van de fles. En dat surface dat is bedoeld om een label op te kunnen plakken. Nou, om dat surface heen ligt een ander surface met een holle vorm. En dat surface dat loopt aan de linkerkant langzaam over in een ander surface met een bolle vorm. Aan de bovenkant van de fles wordt schroefdraad gemodelleerd, die dan aan de boven- en de onderkant van die schroefdraad langzaam overloopt in de fles. En aan de onderkant van de fles is een holle vorm gemodelleerd, wat je eigenlijk altijd terugziet bij extrusieblaasflessen. Ik ga nu laten zien hoe de fles wordt opgebouwd uit de verschillende features. En ik ga daarbij niet elke feature helemaal voordoen, maar ik laat alleen de hoofdstappen zien. Nou, hier is een schets te zien in het vooraanzicht en een schets in het rechteraanzicht. En met die twee schetsen worden twee extrusie surfaces gemodelleerd. En die twee extrusie surfaces die dienen als een guide surface om een boundary surface tussen te gaan modelleren. Nou, hier is dat boundary surface te zien. En daar wordt die bovenste schets, die wordt als guide schets gebruikt. En dan zit er op het breedste punt aan de bovenkant een guide schets. Op het smalste punt. En dan nog eentje ertussenin. En dan weer op het breedste punt in het midden. En bij de bodemvlak zit, zit de laatste guide schets. En het boundary surface dat sluit dan tangent aan op die twee extrusie surfaces. Nou, vervolgens wordt dat boundary surface wat aangemaakt is, dat wordt gespiegeld in het rechter, even kijken, in de right plane. En dat ziet er dan in het frontaanzicht zo uit. En vervolgens worden er split lines aangebracht. En die zijn bedoeld om een deel van de surfaces eruit te kunnen snijden. Nou, hier is dat te zien, dus de hele linkerkant die is eruit gesneden. Nou, hier is het dan een 3D aanzicht te zien. En vervolgens wordt dat verdiepte surface voor het label wordt aangemaakt. En dat is een surface sweep. En hierboven is de schets te zien voor het profiel van de sweep. En dat wordt dan gesweept over deze curve. En hier is dat in het frontaanzicht te zien. Hier is ook goed te zien dat dat een beetje verdiept ligt achter de rest van de vorm van de fles. Nou, hier heb ik de referentieschets aangezet waarin die vorm van dat label getekend staat. En dan wordt vervolgens dat surface van het label wordt getrimd. En hier is dat weer een 3D aanzicht te zien. En dan wordt er vervolgens een nieuw extrusievlak aan de linkerkant aangemaakt. En dat heeft al de holle vorm. En dan vervolgens wordt er vanuit dat surface wordt een 3D schets getekend. En die loopt hier aan de voorkant loopt die tangent over in dat surface van het label. En hier loopt die tangent over in dat extrusie surface. En vervolgens wordt er een surface loft gemodelleerd. Tussen dat surface van het label en het surface van de fles.
En die start bij de edge van dat extrusiesurface. En dan vervolgens zijn er een aantal andere profile schetsen gedefinieerd. Eentje over het middenvlak. En eentje ergens halverwege. En dan nog eentje een stukje lager. En de laatste die loopt weer op het middenvlak. Als guidecurves wordt dan die 3D schets gebruikt en aan de bovenkant een andere 3D schets die eigenlijk bestaat uit de hele contour van die fles aan de bovenkant. En dat ziet er in het vooraanzicht dan zo uit. En nou ontbreekt er hier een stuk surface en dat gaan we invullen met het surface van de rechterkant, maar dat spiegelen we dan over het middenvlak. Alleen dan loopt het wel veel te lang door, dus daar gaan we een stuk van afsnijden. Dus dan maken we een nieuwe splitline aan. En daarmee laten we de linkerkant van dat vlak verdwijnen. Dus dan blijft alleen maar dat stuk hier aan de onderkant over. Nou, vervolgens in 3D aanzicht zetten we dat extrusie surface weer aan, wat we net gehaaid hadden. En dan gaan we in eerste instantie het surface hier aan de bovenkant modelleren. En dat wordt weer een surface loft. En die loopt vanaf de edge van dat extrusie surface aan de linkerkant tot de rand van dat label surface. En daarvoor hadden we dus ook die split line hebben daar ook voor gebruikt, zodat we die rand kunnen selecteren tot precies die split line. En als guide curves wordt dan aan de onderkant een 3D sketch gebruikt, dus die hebben we daar speciaal voor aangemaakt vanaf die split line in dat extrusie surface tot de split line in het front surface. En aan de bovenkant wordt weer die 3D-schets gebruikt die we eerder ook in dat surface loft aan de bovenkant al hadden gebruikt. Nou, in dat surface loft wat we net hebben aangemaakt, daar gaan we een splitline aanbrengen. Omdat we nou vervolgens een surface loft hier aan de onderkant willen modelleren, die dan precies uitkomt tot die splitline. Dan gaan we eerst een 3D schets tekenen en die loopt hier tangent door in die splitline en aan de onderkant loopt die tangent door in die edge die precies op de rand zit van die twee surface lofts hier. Dan gaan we vervolgens eerst aan de linker onderkant gaan we een loft modelleren die vanaf die edge van dat loft aan de bovenkant loopt tot de edge van dat surface wat hier aan de onderkant al ligt. En als guide curves wordt dan extrusie surface gebruikt. En aan de andere kant natuurlijk die 3D schets die we al gebruikt hadden. En dan kunnen we het laatste stukje invullen ook met een surface loft. En die loopt vanaf die rand aan de bovenkant door tot die rand aan de onderkant. Nou, vervolgens gaan we aan de bovenkant van de fles gaan we een surface toevoegen en dat is een ruled surface. Dus dat staat haaks, vanaf die rand staat het haaks op het surface wat hier aan de bovenkant van de fles ligt. Als ik dan aan de achterkant inzoom op de bovenkant van de fles, dan is hier dus dat surface te zien, dat ruled surface wat haaks op dat oppervlak staat. En daar gaan we vervolgens een offset surface van leggen. En dat gaan we daarna extenden naar de onderkant, zodat het door de fles heen steekt.
En dat gaan we vervolgens gaan we dat ook aan de onderkant van de fles doen. Dus dan gaan we ook een ruled surface maken aan de onderrand. Als ik dat dan ook weer vanaf de achterkant bekijk, gaan we daar ook een offset surface van leggen. En dat gaan we ook weer extenden naar de binnenkant. En vervolgens gaan we die surfaces aan de bovenkant en de onderkant gaan we spiegelen in de right plane, zodat ze ook aan de andere kant komen te liggen. En als ik dan weer inzoom op de bovenkant, dan is hier dus te zien dat dat surface door de fles heen steekt. En dat gebruiken we dan om vervolgens de binnenkant te trimmen. En dan leggen we aan de bovenkant leggen we een surface van het, ja, eigenlijk de deksel van de fles. En daartussen wordt dan een vorm opgevuld met een surface loft. Die dus eigenlijk zorgt voor een afronding tussen de fles en het bovenvlak. Nou, hetzelfde gaan we aan de onderkant ook weer doen. Dus dat die surface offset aan de onderkant die snijdt ook door de fles. Daarmee snijden we de fles aan de onderkant af. En dan wordt er ook een bodemvlak tussen gelegd. En dat wordt hier dan weer opgevuld met een surface loft. Dus nu hebben we een surface loft aan de onderkant gemodelleerd. En een surface loft aan de bovenkant. En die twee surface lofts die gaan we spiegelen in de right plane. En daarmee is dus de surfacevorm van de fles helemaal gesloten gemaakt. Als ik dan kijk op de onderkant van de fles, dan is er dus nu een vlak bodemvlak gemodelleerd. Daar ga ik een splitline op aanbrengen, op een paar millimeter vanaf die overgang van die surfaceloft. En dan ga ik vervolgens dat binnenste vlak ga ik deleten. En dan ga ik een kleiner vlak aanmaken wat 5 mm hoger ligt dan het oorspronkelijke bodemvlak. En dan ga ik tussen die rand en dat nieuwe kleine bodemvlakje ga ik een surface loft modelleren. Zodat je een hol bodemvlak gaat krijgen. Goed, nou is de hele vorm van de basisfles die is in principe klaar. Dus die wordt vervolgens in het frontplein gespiegeld. En dan wordt vervolgens al die surfaces van die gesloten hoofdvorm, die worden aan elkaar genit. En dan wordt er aan de bovenkant, met die surface knit, is dus ook een solid body gevormd. En dan wordt vervolgens aan de bovenkant wordt er een boss extrude voor de hals van de fles gemodelleerd. Nou, vervolgens wordt er dan een fillet aangebracht precies bij het begin van die hals. En ook op de scherpe randen van die verschillende surfaces. En daarmee is de hoofdvorm van de fles klaar. Als ik dan inzoom naar de bovenkant, de hals van de fles, dan wordt er vervolgens een schroefdraad gemodelleerd met door middel van een sweep over een pad in de vorm van een helix. Nou, die doorsnedevorm die is hier te zien. Dan vervolgens wordt er een inlaat van de schroefdraad gemodelleerd. En aan de bovenkant ook een inloop van de schroefdraad. Dus die verdwijnt langzaam in de fles. En daarna wordt de fles hol gemaakt door middel van de shell-functie. Nou, vervolgens wordt er een Boss Revolve gemaakt voor de dop aan de bovenkant. En die wordt in eerste instantie wordt die wat te dik uitgevoerd. En ik zal straks uitleggen waarom ik dat doe.
Nou, vervolgens wordt daar ook weer met sweeps wordt daar een schroefdraad bij aangebracht. Die eigenlijk precies de contravorm heeft van de schroefdraad van de fles. En daar zit ook weer een inloop en een uitloop in die schroefdraad. En daarna wordt die Boss Revolve, die wordt afgesneden met een Revolved Cut. En als ik dat niet op deze manier zou hebben aangepakt, dan zou die inloop en die uitloop van die schroefdraad, die zou hier door de dop heen hebben uitgestoken. Maar doordat ik het nu met een surface cut afsnij, heb ik gewoon weer de juiste vorm van de dop gekregen. Nou, vervolgens wordt de dop aan de bovenkant afgerond. En dan wordt er een ribje aangebracht door middel van een sweep. Dus hier is die contour te zien en het pad. En dat ribje dat wordt vervolgens in een circular pattern rondom de dop heen gemodelleerd. En dan worden nog een paar afrondingen aangebracht en dan is de fles klaar.